Snelheid van een harmonische trilling. In het vorige filmpje heb je gezien, of in de twee vorige filmpjes tenminste, hoe dat we de vergelijking opstellen van een harmonische trilling en hoe dat we die moeten voorstellen. Nu gaan we eens even kijken naar de snelheid van het deeltje als het over en weer trilt. Want ook dat kunnen we voorstellen. Dus onze functie, onze harmonische functie, is dus I of xt, ik heb voor deze keer eens een keer xt genomen, is a sinus omega t plus phi. In dit geval zou het over een horizontaal over en weer bewegend voorwerp zijn. En als ik dat dan ga uitplotten, dan herinnert, we hebben dus onze fasor, en we hebben hier onze tijd die verloopt. Oké, in deze voorstelling is het terug verticaal, meestal stellen we ons horizontaal ding dan ook weer verticaal voor, maar dus voor de rest blijft dat juist hetzelfde. Dus dat is van vorige keer. Hier de positie van dat voorwerp, voorgesteld op een tijdsdiagramma, hier het voorwerp zelf, en hier de positie van het voorwerp voorgesteld door een fasor. Nu, even teruggaan naar het begin van kinematica, namelijk om de snelheid van een voorwerp te weten, moeten we de plaats afleiden. Dus dat gaan we ook doen. We gaan dit hier afleiden, en een afgeleide van a sinus omega t plus phi, even nadenken, wat zou dat zijn? A is een constante, die blijft gewoon staan. Het afgeleide van een sinus is de cosinus van hetgeen dat ertussen staat, en dan moeten we hetgeen dat binnen de sinus staat ook nog eens een keer afleiden. Omega t plus phi, t is onze variabele, dus eigenlijk staat hier precies zoiets als 2x plus 3 of zo. Dat is een constante, dat valt weg als we dat afleiden. En die omega t, ja, dan hebben we nog juist dus die omega, die dus buiten de sinus komt. Met andere woorden, hebben we voor onze snelheid van ons voorwerp omega a, dus we zetten die omega van voor, maal de cosinus omega t plus phi. En dat zal dus zulk een voorstelling geven. Maar we gaan eens even kijken, in beweging, dat is toch altijd toffer dat je dat kunt zien bewegen. Zo. Hier zijn we terug. Ik ga hier wel even rewinden en voorlopig onze versnelling even uitzetten. Ik had die juist gedaan voor die tekeningen te maken. Dus als we onze snelheid even weglaten. Zo. Dan hebben we, als we terug gaan naar het begin, hier duidelijk onze trilling die dus loopt. Zo, dat kennen we nog. Goed, dan gaan we eens heel even terug. En nu gaan we ook de snelheid van het deeltje weergeven. Voor het geval dat je nog herinnert uit de cirkelbewegingen, zal de snelheid dus de raaklijn zijn aan die cirkelbeweging van die fasor. En dus gaan we dat heel even laten lopen, tezamen met onze grafiek natuurlijk. Zo, en ik laat het lopen. En dan krijg je dus dit beeld. Nu, kijk heel goed. Op het moment dus dat ons voorwerp, en ik heb nog een andere voorstelling die ik misschien kan zoeken, maar ja, hier. We gaan dan eens even laten lopen zo. En hier zie je dus de uitwijking, dat is die een blauwe pijl. En je ziet die mooi op en neer gaan. De snelheid van de voorwerp, ja, dat is op andere momenten natuurlijk groot dan wanneer onze positie groot is. Want ons voorwerp staat stil op de uiterste punten en heeft zijn maximale snelheid in het midden. Als we naar boven gaan, maximale snelheid naar boven. Als we naar beneden gaan, zijn maximale snelheid naar beneden. Ook een beetje logisch, hè? Als het van boven naar beneden gaat, dan versnelt dat steeds. Over het evenwichtspunt wordt het terug afgeremd door de veer die eraan trekt. Omgekeerd, die veer trekt maximaal beneden naar boven. En bij het naar boven gaan, gaat die veer er minder hard aan trekken. En zal die dus ook weer afgeremd worden natuurlijk door de zwaartekracht. En zoals je goed ziet, kan dat perfect voorgesteld worden door dus die raaklijn hier, of die vector die eraan raakt. En dan krijgen we ook een cosinus, hè, want als we zien, als onze uitwijking minimaal is, ja, dan hebben we hier de maximale. En als we dan verder gaan, hier is onze uitwijking maximaal, dan is onze cosinus, dan is deze weer minimaal. Dus gaan we dat zo kunnen voorstellen. Goed, gaan we eens heel even terug. Ja, hier is onze dia. Nu gaan we ook versnellen. Wel, versnelling is eigenlijk juist opnieuw hetzelfde liedje. De snelheid hebben we dus juist gezien. Dat is dit. En wat was de versnelling van de snelheid? Ja, dat was een afgeleide. Dus we gaan er opnieuw afleiden. Hè? De afgeleide van de snelheid of de tweede afgeleide van de plaats. En als we dat doen, ja, omega a blijft staan. De afgeleide van de cosinus is de min sinus. En dan moeten we dat binnenste weer afleiden. Ja, dan hebben we weer omega. Die zetten we weer van voor, dus krijgen we hier omega kwadraat. Mooi uitgeschreven geeft dit. Min omega kwadraat a sinus omega t plus phi. Dit is dus onze versnelling. En die kunnen we dus zo voorstellen. Gaan we nog eens heel even bewegend zien. Bam, bam. Allee, waar is hem? Hier.
Dus nu gaan we heel even terugspoelen. Op onze versnelling. Ja. En die gaan we hier ook voorstellen. Zo. En als we dat dus gaan laten trillen, dat wordt wat ingewikkeld hè, met al die vectoren hier, maar probeer even goed te volgen. Dan zal je zien, hè, ik ga hem eens een keer laten lopen. Oh, twee keer. Goed, dan zie je dat de uitwijking en de versnelling eigenlijk ook alle twee op hetzelfde moment maximaal en minimaal zijn, maar tegenovergesteld. Je ziet dat hier ook aan de grafiek. Als we kijken naar de grafiek hier opzij, ja, ik heb hier geen laserpointer, dus je gaat dat niet zo goed zien. Maar als een blauwe onderaan is, dan is de gele bovenaan en omgekeerd. De reden dat die niet allemaal op dezelfde toppen zijn, dat is heel toevallig dat die paarse hier even groot is dan die blauwe. Maar die gele is nu weer al wat kleiner. De reden dat die niet even groot zijn, ja, als je goed kijkt naar onze functies, dat is die omega. Is die omega groter dan 1, dan zal dat telkens groter en groter worden, onze paarse en onze gele. Is die kleiner, gaat dat wat kleiner worden. Dus dat hangt af van de andere factoren. Maar als we dus kijken weer naar onze vectoren, hè, we kijken naar de linkerkant, dan zie je dus dat die vector van de versnelling ja, tegengesteld is. Als je naar het voorschrift kijkt, zie je ook dat dat precies hetzelfde is, alleen met min ervoor en een omega, een schaalfactor. En ja, ik zal even laten lopen. Up. En dan zie je dus, als de uitwijking naar boven is, is de versnelling naar beneden. En dat is ook logisch, want als die naar boven aan het gaan is, wordt die afgeremd. Dus de versnelling is dan naar beneden, om tot stilstand te kunnen komen. Als die naar beneden aan het gaan is, up, dan zie je, hè, onze snelheid, de paarse pijl is maximaal naar beneden, maar de gele pijl is nu naar boven, om die paarse pijl te doen afnemen. Hè, dus die versnelling wordt kleiner, wordt groter, en die snelheid wordt daardoor kleiner. Zo, dan eens heel even kijken dus naar wat ik er juist aan het zeggen was. Als PowerPoint hier. Ja, dus het zit deze factor, dat is het verschil tussen de plaatsvergelijkingen, die was a sinus omega t, en hier komt dus min omega kwadraat bij. Belangrijk om te onthouden, want in het volgende filmpje komt dan nog eens naar voren dat dat eigenlijk het enige verschil is. Goed, maar we gaan het eerst even inoefenen. Ja, dus probeer eens de oefeningen te maken van de snelheid en de versnelling.